De Loire-streek in het hartje van Frankrijk dankt zijn bekendheid vooral aan de meer dan 300 kastelen in dat gebied. Het kasteel van Chambord, waarvan de bouw in 1519 begon, is met zijn 156 bij 117 meter en zijn 440 vertrekken het grootste Loire-kasteel. Deze dubbele wenteltrap is een van de pronkstukken in het interieur. Men sluit niet uit dat het werd ontworpen door Leonardo da Vinci. Op- en neergaande personen hoeven elkaar niet te ontmoeten op deze trap. Thank you.
Het kasteel Cheverny kreeg zijn huidige vorm in 1634. Met zijn strakke en perfect symmetrische bouw wijkt het nogal af van de andere Loire-kastelen. Ook het interieur springt eruit. Er zijn maar weinig kastelen met zo'n complete inrichting. Met meubilair in de verschillende Lodewijkstijlen. De luxe straalt eraf. Van het vergulde houtsnijwerk, de lambriseringen, de talrijke ornamenten, prachtig bewerkte schoorstenen en de beschilderde plafonds.
Het kasteel van Talcy kreeg zijn huidige vorm in het begin van de 16e eeuw. Ook hier vinden we nog de oorspronkelijke inrichting. Verder laten we onze gids maar aan het woord. Des donateurs, Robert Chabot d'Apremont, Antoinette Villiers-Villoxanton. Les pieds en pâte de lion. Or, les fauteuils Louis XIV qui se trouvent dans cette pièce sont en fait des copies d'époque Napoléon III, mais copies tout à fait fidèles. La porte d'entrée est dans le mur, un orifice qu'on peut d'ailleurs voir de l'extérieur, c'est une petite... Intéressant de noter, c'est que dès le début du XVIIIe siècle, le château n'a jamais plus appartenu qu'à des protestants. Alors, au-dessus de la cheminée, un trumeau, tout à fait dans l'esprit du XVIIIe siècle, et c'est une scène champêtre idéalisée, telle qu'on les aimait à l'époque, bon, des personnages qui dansent au son de la cornemuse. Le mural de la pièce est une toile peinte du XVIIIe siècle, toile de la Compagnie des Indes françaises. Toile qui a été ici tendue sur un cadre du XVIIe siècle. Celle-ci représente les amours de Vénus et Adonis. En face, la naissance de Bacchus, un sujet mythologique très classique à l'époque. Een van de mooiste kastelen, zo niet het allermooiste, is dat van Chenonceau. Het is beroemd zowel om zijn prachtige renaissance bouwstijl als om zijn originele ligging in de rivier de Cher. Het werd gebouwd tussen 1513 en 1521 op de fundamenten van een oude watermolen. De combinatie van de prachtige oprijlaan, schitterende tuinen en het fraaie interieur maken Chenonceau tot iets bijzonders.
Chaumont is een van de weinige Loire-kastelen die direct aan de rivier liggen. In de 10e eeuw stond hier al een burcht. Het huidige kasteel werd in 1511 voltooid. In 1779 werd de vleugel aan de rivierzijde afgebroken, omdat het toenmalige bewoner vond dat het zicht op de rivier te veel werd belemmerd. In het interieur treffen we vooral een verzameling wandtapijten en meubels aan. En tenslotte kijken we naar ons eigen kasteeltje. C'est la gîte. Helemaal in blauw, Frans blauw. Dat is de huiskamer, dat zien we zo wel. En dit is de toiletruimte, een aparte douche en een apart toilet, wastafel. Kom maar verder. Ja, hier ligt de jas. Dit is de keuken, tevens woonkamer. En dit is de keuken, fornuis. En daar is de voordeur. En hierachter is de slaapkamer. Die we helemaal niet eens gebruikt hebben. We konden ieder apart zitten als het moest.